Ik werd voortdurend aangekondigd. Straks Maarten van Rossum met... Ja, straks Maarten van Rossum. En het liep maar uit en het liep maar uit. En het werd gekker en gekker. En tenslotte kregen we een jeugdige dwaalgeest. Een soort neofascist. Tralalalala, de eindmuziek. Weg is Maarten van Rossum. Met van Rossum, kunt u mij horen? Hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Ja, ik vrij normale week in allerlei opzichten. Ja. Wat had ik voor bijzonders deze week? Het is allemaal nog een beetje stilletjes. Ik was bij Op 1. ja, daar wilde ik eigenlijk over heen. Oh, daar wilde jij heen. Maar je wou niet direct zeggen van... hoe was het bij Op 1? Nou, eigenlijk strontvervelend. Ik kan het niet anders beschrijven dan als zodanig. Je bent chagrijnig weer thuisgekomen, denk ik. Ja, ik was vrij chagrijnig toen ik thuis kwam. Zonder meer. Ja, ik voelde me eigenlijk een beetje belazerd. Daar kwam het op neer. En ze hadden echt expliciet beloofd. Het zou aan het begin van het programma... zou ruim tijd worden gegeven voor dit unieke onderwerp. Namelijk het nut van enige wellicht beperkte historische kennis. En nou ja, ik zat te wachten en te wachten. Ik denk, nou ja, oké. Wat inleidende beschietingen, de kranten. Misschien ben ik misschien het tweede onderwerp. Allee... Ja, en het liep maar uit en het liep maar uit en het werd gekker en gekker. En tenslotte kregen we een jeugdige dwaalgeest, een soort neofascist. Die ging uitleggen, niet waar, dat zijn Messias best een aardige man was. Nou ja, en toen tenslotte na veel 65 kwam ik aan het woord. En toen begon dat muziekje min of meer onmiddellijk te spelen. Dus toen was ik wel vrij verontwaardigd. Ja, dat moet ik. Want het was namelijk de tweede keer. Ik had namelijk in het gesprek met de redactrice al uitgebreid. Zei, ja, denk erom. Laat me nou niet overkomen wat me vorige week of wanneer was het 10 dagen geleden is overkomen. Met Albert Vlinder was dat. Ja, precies. Die uitzending, ja. Nee. Daar gingen ze echt voor. Absoluut. Daar gingen ze nu voor zorgen. Dat ging allemaal heel, heel anders. En het ging weer precies hetzelfde. En ook, ja, sorry dat ik het zeggen moet, dat ook die thema's die ze dan aan de orde hadden gesteld, die werden nogal incompetent bevraagd, vond ik. Ja, daar kon je echt wel iets intelligentere vragen over stellen dan het team van de presentatie deed. Maar waarom heb jij dan geen vragen gesteld? Want normaal schroom je niet door. Nee, ik heb in de tijd heb ik vragen gesteld, maar dat was over... Waar ging dat ook alweer? Nee, ik ging nu heb ik ook nog wel vragen gesteld. Klupping zat er, Alexander Klupping over de infrastructuur. Ja. Nou, ik vond dat heel raar werd besproken. Omdat de suggestie werd gewekt dat onze infrastructuur, dat die effectief beschermd kan worden. Nou, dat is gewoon lulkoekie eerste klas. Als je alleen al naar een kaartje kijkt waar al die kabels lopen, dan weet je al, dat is een hopeloze zaak. Bovendien natuurlijk in een samenleving als de onzin, een complexe, moderne, hoogtechnologische samenleving, is de infrastructuur immens complex en overal kwetsbaar. Het is een beetje, deed het me denken aan die lulkoek in de tijd na 9-11, dat we ook de treinen moesten gaan beschermen. Tot iemand, een intelligent iemand, ik meen zelfs Remkes zei, was dit toen niet minister of zo? Dat zou kunnen, ja. Nou, dat Remkes zei, heeft u wel eens gezien hoeveel instappunten een trein heeft en hoe lang een trein is en hoeveel treinen er eigenlijk zijn? Nou ja, dat, hier was ook weer, met weer de suggestie gewekt dat als je nou dat huisje in Zandvoort maar beschermde, nou, dan was alles tiptop in orde. Terwijl, ja, dan denk je, wat is er nou voor naïeve praat? Daar heb ik helemaal aan het eind nog wel iets over gezegd, dat ik het onzinnig vond. Ja. Nou, even zien we dat onderwerp met die jongen, met dat rode haar, ja. God, een dwaalgeest, eerste klas. Wat moet je daar nou mee met zo'n jongen? Ik had er eerder meelijden mee dat ik het verder als een bedreiging van de samenleving zag. Maar waarom ze daar en 17 minuten mee gepraat hebben, dat was voor mij volkomen onduidelijk. Maar je weet toch hoe het gaat bij de talkshows? Je komt er niet voor. Ik weet hoe het gaat en daarom had ik dus na mijn ervaringen van 10 dagen geleden, had ik uitgebreid met de redactrice besproken. Ik word het eerste onderwerp. Er wordt ruim tijd aan besteed. En het was een herhaling van zetten vergeleken met 10 dagen geleden. Of ondertussen alweer 14 dagen geleden. Waarom heb je niet ingegrepen dan? Ja, ik denk het komt nog wel. Ik was er eigenlijk wel van overtuigd dat ze uiteindelijk zich aan hun woord zouden houden. En tenslotte heb ik ook heel verontwaardigd uitgepakt dat het dan verdomme de tweede keer was dat dit gebeurde. En dat komt een beetje doordat die presentatieduo's
Dat, en die werken niet erg efficiënt. Maar Kokkelman is toch een goede journalist? Dat is niet de eerste de beste. Nee, maar hij zat ook bij de minister toch maar door te zeuren of ze nou wel of niet belogen was door die... dat ergonomisch onderzoek. Of de arbeidsinspectie. Ja, de arbeidsinspectie. En dan bleef hij maar herhalen. Dat is ook zo vervelend. Nou, heeft hij natuurlijk ooit gezien bij Jeremy Paxman. Maar dat is één keer leuk. Maar dat is, moet je niet doen. Je weet dus dat je geen antwoord krijgt. Hou dan op met zeiken. Maar ja, die minister lult er constant omheen. Dus je probeert het nog. Ja, precies. Maar dat merk je dus. En dan hou je op met zeiken tenslotte. Ja. Kun je 10 keer vragen. De minister zal 10 keer zeggen. Wat ze ook zei. Niet waar, dat ze op een bepaald moment bericht had gehad en dat ze het daarbij liet. Ja, maar je dus weet ja, gewoon... ik was er ongelukkig over. Ja, maar je weet dat ze je geen uur de tijd gaan geven daarvoor. Dat ze niet een uur voor Maarten van Rossum inrijden. Ik had ook geen uur geclaimd. Ik had een kwartiertje ononderbroken, had ik al heel mooi gevonden eerlijk gezegd. Maar daar was geen sprake van. Hoe lang was dat nu? 3 minuten of zo? Ik heb geen idee, ik heb het niet opgemeten, maar bovendien hoor je al heel snel, begint dat muziekje zachtjes en dan... Jij hoort dat ook in die studio, ja, dat muziekje? Bovendien, ja, iemand mailde mij die zich solidair verklaarde met mijn irritatie. Die zei van, ze kunnen best 5 minuten doorgaan. Er is niks na. Nieuwslezer, die moet 5 minuten wachten, nou, dan zal hij niet meer zitten. Stuur hem een extra stroopwafel, hè. Dus ja, ik was nogal... Ja, ondertussen moet ik zeggen... Het is naar mijn idee... Heeft het toch ook iets te maken... Natuurlijk was het voor mij vervelend... Maar het heeft ook iets te maken met het verval van de talkshows. Dat heb je al vaak gezegd, ja, natuurlijk. Hè? Dat te veel mensen... Weinig inhoud. Weinig discipline bij de presentatie. Die lullen maar door. En die zijn ook niet bijster scherp. Het laat veel te wensen over. Maar waarom ga je er dan nog zitten? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Omdat ik dacht, zeker nadat ik uitgebreid met de redactie had gesproken over mijn wensen. En die, nee, dat is absoluut, dat komt allemaal tiptop in orde. Maar het was helemaal... Kijk, de presentatie houdt zich dan ook, en kennelijk de eindredacteur, houdt zich dan dus niet aan de gemaakte afspraken. Maar nu, de volgende keer zal ik dus... Als A is de mogelijkheid, ik zei, je kunt verder de pot op. Dat is natuurlijk voor zeker mijn eerste reactie van... Ik geloof het verder wel met die talkshows. En dan die krankzinnige onderwerpen die ze behandelen. Dat is nog even weer een andere kwestie. Maar ik denk dat je de volgende keer moet zeggen... Luister eens even, jullie garanderen dus minimaal 10 minuten. Maar dat wordt ook bekendgemaakt. Want ze kondigen die programma's aan van Pietje Puk en zo... Want ik werd voortdurend aangekondigd. Straks Maarten van Rossum met... Ja, straks Maarten van Rossum. Tralalalala, de eindmuziek. Weg is Maarten van Rossum. Ja, dat heeft ook wel komische aspecten natuurlijk. Ja, dus zoiets moet het worden. Je kunt van hun beloftes totaal niet op aan. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij als 79-jarige vleiend vindt... dat je nog gevraagd wordt voor zo'n programma. Nou, welke... Ik vond dit op zichzelf ook nogal een nuttig onderwerp om iets te zeggen... Ja. Van dat sloot uiteindelijk weer aan op de slimste mensen natuurlijk. Waar die arme kandidaten geen idee hadden van wie Bonifatius was. Nou, moet ik je bekennen dat je een heel gelukkig en normaal leven kunt leiden... zonder dat je weet wie Bonifatius is. Maar iets meer kennis ook van de recente geschiedenis... van politieke situatie in Nederland. Dat zou wel nuttig zijn, ja. Ja, ontwikkeling, maar zeg in brede zin de ontwikkeling wat mij betreft van... West-Europa en de wereldeconomie de afgelopen decennia. Dat zou je toch iets van moeten weten. Maar je kunt ook denken, ik heb mijn theaterprogramma's, ik heb hier de podcast, ik heb mijn blad. Ja, dat is waar natuurlijk. Maar genoeg. Ja, je bereikt hier natuurlijk in één klap honderdduizenden mensen mee. Met of de dat, tv bedoel je? Of dat nou effect sorteert, ik weet het niet. Ja. Nee. Maar ik heb ook het idee dat ze je bij die talkshows als vulling gebruiken. Dat ze denken, geschiedenis, we bellen Maarten van Rossum, die lult altijd wel wat... Maar goed, Maarten van Rossum had dus in dit geval wijs geworden. Dacht hij dat hij de zaken goed dicht gespijkerd had, maar zo was het helemaal niet. Het waren allemaal flutspijkertjes.
Maar dan moet je het de volgende keer doen zoals Peter R. de Vries dat een keer bij De Wereld Daardoor deed over dat boekje. Toen haalde hij volgens mij een e-mailbericht tevoorschijn en zei hij, hier staat het. Ja, hebben dat goed, dat heb ik aan het eind gezegd en toen was het natuurlijk te laat. Maar ik heb wel, dacht ik, van mijn verontwaardiging vrij uitgebreid getuigenis gedaan. Ja. Want ik was diep verontwaardigd, ik was gewoon belazerd waar ik bij zat. Hmm. Er waren ook mensen die zich stoorden aan het lachen van de andere tafelgenoten. Want die dachten, oh ja, Van Rossum een beetje de televisieclown, die maakt hij een beetje ophef. Het is gespeeld misschien wel wat hij doet. Ja, dat is helemaal droevig. Dat is een bekend vermoeden bij televisie dat het allemaal gespeeld is. En dat het allemaal gescript is, dat is allemaal flauwekul. Dat is de paranoia brigade, die natuurlijk van een zeer grote omvang is in Nederland. Het was dus niet gespeeld? Het was oprecht. Nee, dat was niet gespeeld. Ik speel nooit wat. Nee, maar je durfde zelf toch te zeggen. Ik dacht ook altijd dat het programma met mijn broer en zus, dat allemaal gespeeld was. Ja, dat is toch. Tegen dit soort van wantrouwen, daar valt niet tegen te vechten. Dat zijn mensen waarschijnlijk ook die denken dat de melkboer ook een Russische agent is. Ik weet het niet. Maar je weet uit van welke brigade dit komt. Nee, dat is me. Dat Zwitserse economische forum, wat ook door die mensen gezien wordt als een wereldwijde omspannende samenzwering. Ik kan niet anders zeggen, dat is een soort psychisch leed wat niet te beschrijven, niet te bestrijden valt. Hoe is het dan de afloop als dan dat programma afgelopen is? Hoe is de sfeer dan? Nou ja, ik heb het nog eens duidelijk uitgelegd, maar iedereen vond het, ja sorry, we hebben ons vergist. Ik heb het gezegd, maar eigenlijk is het eerste onderwerp wat we hadden is weggevallen. Daardoor is het allemaal veranderd. En hoe heet het, Kokkema zei, ik wist van niks. Die wist van niks. Neem me niet kwalijk, want ze waren makkelijk genoeg met de excuses. Dat was het probleem niet. Maar heb je nu zoiets van de volgende keer ga ik het anders aanpakken? Of zeg je, nou ja, het hoort mijn helemaal bij. Mijn primaire reactie van ze kunnen nu verder de bomen in. Ik stop ermee. Erg belangrijk is het natuurlijk ook in feite ook weer niet. Laten we eerlijk zijn. Maar als ik het zou doen, dan moet ik eens een systeem verzinnen. Waardoor ze van tevoren en publiek vastgenageld zitten op hun beloftes. In plaats van dat ze achteraf dan kunnen zeggen, ja sorry, het liep even anders. Het plafond is ingestort. We kunnen er ook niks aan doen. Maar je zegt nu, ik stop ermee, ik ga er niet meer zitten. Daar heb ik geen zin meer in. Niet meer met fraaie beloftes die niet waargemaakt worden. Maar dat doen ze toch iedere keer? Zeker, dus daarom moet ik het daarom nogmaals. Misschien kun je meedenken, misschien kunnen ook onze luisteraars meedenken. Hoe verzin je een systeem waarbij zij ook daadwerkelijk zich aan hun beloftes moeten houden? Ik dacht, dan moeten ze namens mij verplicht melden van tevoren, nee, Van Rossum krijgt 10 minuten. Ja, of je moet opstaan en weglopen. Dat is je kunt ook zeggen. Maar ja, weglopen vind ik ook weer zo. Een beetje Pim Fortuyn. Ja, precies. Thierry Baudet, Pim Fortuyn. Dat is ook een brigade waar je niks mee te maken wil hebben, toch? Maar je kunt ook zeggen, ik wil altijd als eerste. Nou ja, dat zou ook een overweging zijn. Want dan kun je gewoon zeggen als het afkomt. Ja, goed, zeggen, dat was me nu beloofd. We praten steeds over hetzelfde lastige thema. Er is je van alles beloofd. Je bent goed van vertrouwen, omdat ik nu eenmaal een heel optimistisch en empathisch mens ben. Ben je goed van vertrouwen en ze doen gewoon iets totaal anders vervolgens. Ja. Nou, misschien is het een idee dat je dus zegt, ik wil aan het begin. En als ze het afronden, dan zeg je, nee, wacht even. Ik heb nog 5 minuten. Ik wil nog eventjes wat vertellen. Ja, maar dan zeggen zij, weet ik het, het journaal moet gelezen worden, zoiets dergelijks. Dat schijnt helemaal niet dringend. Niemand schijnt er eigenlijk op te letten of dat een beetje uitloopt, ja of nee. En nou ja, je kunt ook zeggen dan maar naar Jinek, want die heeft wel uitloop voor zover ik me dat herinner. Er zit er nog verschil tussen die programma's. Heb jij het idee dat je bij Jinek meer kunt vertellen? Of je zit wel altijd het hele uur aan tafel, valt me op. Ja. Natuurlijk voor het bekende gezicht, dat mensen denken, ah, Van Rossum. Ja. Ja, daar heb je weinig aan. Ik heb ook bij meerdere onderwerpen nog wel iets gezegd. Ja, bij de minister nog. Ja. Maar je hebt de zelfredzaamheid nog genoemd, zag ik. Die hier ook vaak... Ja, ik denk, laat ik nou een heel simpel voorbeeld geven van hoe, laten we zeggen, een beknopte geschiedenis van Nederland je duidelijk kan maken dat we ruim een kwart eeuw geleden overgestapt zijn op een andere idee over wat de rol van de overheid in de samenleving zou moeten zijn. Dat een idee is, wat gerezen is vanwege specifieke redenen en wat tenslotte, zoals we nu ondertussen weten, rampzalige effecten heeft gehad op vrijwel alle overheidsdiensten.
Vandaag had de krant weer een enorm bericht dat eigenlijk de Belastingdienst een hopeloos wrak is. Hoe komt dat? Komt dat doordat onze lieve Heer heeft ingegrepen of dat Satan zelf in de kelder schuilt? Nee, dat is gewoon georganiseerd door onze eigen overheid. Die met allerlei idiote bezuinigingen en reorganisaties de dienst in de puree heeft gereden. Nou ja, zoiets wou ik uitleggen. Ja, toen begon dat lullige eindmuziekje te draaien. Misschien kun je wel nog hier... Wat het gekke was, dat zij zich wel aangesproken voelde over dat bezwaar van mij. Dat ik zei, ja, wacht nou even. De presentatoren bedoel je? Nee, de minister. Zij voelde zich wel aangesproken. Ja, ze wilde ook reageren. Ja, precies. Ja. Dus dat was mijn argument. Jullie hebben het zelf veroorzaakt. Dat gaf ze eigenlijk impliciet toe. Want nu dachten ze er toch wel wat anders over. Dat klopt. De overheid is in allerlei opzichten terug in beleidsoverwegingen. Dat moet nog wel even doorgezet worden. En ja, die onbeschrijfelijke puinhoop die Rutte in feite achter heeft gelaten, niet alleen persoonlijk gedaan, maar hij is wel uiteindelijk de eerst verantwoordelijke. Dan moet iets aan gedaan worden. Ja, die Belastingdienst die dus niet, je weet het, je kunt de boel makkelijk tillen, want het wordt nauwelijks nog gecontroleerd, als ik het goed begreep. Nou, de man van de Ze hebben IT die 50 jaar oud is of zo. Ja. En ze hebben heel veel klussen nu erbij, wat ze moeten oplossen, want volgens mij heeft hij recht. Ja, precies. Nou, denk aan die toeslagenaffaire natuurlijk. En bij box 3 moet ook iets opnieuw berekend worden, dus dat schijnt ook heel veel werk te zijn. En de man die bij de Algemene Rekenkamer de directeur was, daar las ik een interview mee. En die zei, we hebben het zo ingewikkeld gemaakt de afgelopen periode. Daar gaat het ook voor een deel gewoon mis. Ja, dat ingewikkeld maken is voor een belangrijk gedeelte, begreep ik, het werk van de Tweede Kamer. Okay. Die altijd allemaal extra regeltjes. En denkt u nog wel aan mensen die maar één been hebben. Daar moet wel een speciale toeslagregeling voor worden gemaakt voor het extra been. Nou ja, dat gedoe. Ja, dat is niet verstandig natuurlijk. Misschien kun je nu wel hier dat verhaal wat je dus wilde vertellen bij Opeen, kun je nog even afmaken, zodat we wel weten. Want het onderwerp is wel interessant, namelijk het nut van geschiedenis. Ja, allerlei mensen kwamen. Ik moet zeggen dat het zelden voorkomt dat ik meerdere mails kreeg van mensen die ook vonden dat het een schandelijke vertoning was. Ja, dat vond ik ook wel op dat moment. Ik nu achteraf, kan ik eerlijk gezegd, de humor, nou ja, hoe moet je dat zeggen, het klunzige van de hele situatie, ja, dat je van alles beloofd wordt en dat je er eigenlijk na al die jaren toch nog intuint dat ze het ook gaan uitvoeren. En wat mensen leuk vinden is dat je het probleem ligt voor, sorry dat ik het zeggen moet, voor een belangrijk gedeelte bij de presentatie. Die zegt gewoon, die is er helemaal niet aan de tijd houden, dus kennelijk niet op zijn horloge kijkt. En dan eindeloos met die arme jongen gaat zitten praten. Die is een beetje tragisch geval. Waarom zit er eigenlijk? Zal je zoon maar zijn. Ja, maar we moeten Pet Pijners vragen. Die is van een andere talkshow. Die luistert vaak naar deze podcast. Waarom er dus nu zoveel onderwerpen in die programma's zitten. Want bij Paul Witteman was het volgens mij veel minder. Dat je volgens mij wel eens een uur zou je eens moeten onderzoeken. Want je weet dat je vaak het verleden vertekend aanwezig is in je hoofd. En natuurlijk al heel vaak geïdealiseerd wordt. Maar ja, ze hebben vaak wel erg veel gasten. Maar veel gasten is nog tot daar aan toe, mits je gedisciplineerd vraagt aan die gasten hoe het zit. In plaats dat je een eindeloze, min of meer eindeloze conversatie start met die gasten. Ja, waardoor je dan natuurlijk sowieso te veel gasten hebt. Want het eind van de laatste gast komt niet aan slag. Ik weet wel dat als Rutte komt, dan ruimen ze het hele programma in voor Rutte, hè? Ja, dat spreekt vanzelf. Nou, Rutte zou denk ik de helft van het programma kunnen krijgen. En Cruijff kreeg altijd het hele programma. Ja, en Bram Moskowitz. Liefst ook nog de dag daarna nog een keer het hele programma. Dat kan ik me nog herinneren. En hoe heet ook alweer die bank van Dirk Scheringa? DSB was dat, hè? Ja. Dat is toen bij Paul Witteman toch ook die rel, toen die bank omviel. En toen zat volgens mij Scheringa daar ook volgens mij een uur lang. Als ik het me goed herinner, hoor. Dat weet ik niet meer. Ja, Scheringa. De Scheringa-bank. Ja, dat zou kunnen, maar we zouden enig vergelijkend onderzoek moeten doen. Het staat voor zover ik het weet. Kun je het allemaal nog bekijken, ook na 10 jaar later? Of is dat niet mogelijk? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, kijk, Sven Kokkelman is bij 1 op 1, dat programma wat hij volgens mij een tijd geleden deed op tv. Daar was hij toch wel een meester in dat interviewprogramma. Zeker, dat heb ik ook aan meegewerkt. Hij was goed geïnformeerd en nou ja, stelde vlotte vragen. Ja, omdat je zegt, maar het is een slechte presentator. Maar hier zat hij toch wel een beetje te zuurpieten, vond ik eerlijk gezegd. Zowel met die jongen, die zielige jongen. Ja, sorry dat ik het een zielige jongen vond.
Veel mensen vonden het natuurlijk weerzinwekkend met dat gedoe. Nou, er wordt ook wel erg veel aandacht besteed aan dit soort van onzinnige, marginale maatschappelijke verschijnselen. Dat jongens dat leuk vinden, die fascist met die zonnebril en dat mes en zo. Die nu opgepakt is, ja, hè? Ja. Want misschien hebben mensen dat wel gemist. Ik weet ook niet precies, hoe zit dat verhaal nou eigenlijk? Ik heb geen idee. Het is ook een influencer. Nou, meestal als het woord influencer valt, weet je al dat de grens van de waanzin in de buurt komt. Dus dat je aan de horizon reeds de verwarring ziet opdoemen. Maar zij vinden dat natuurlijk ook interessant. Of misschien vinden de jongere redactrices of redacteuren dat interessant. Het speelt op de socials natuurlijk. Ze zitten delen daar op de socials te kijken. Ik denk dat de sociale media enorm overschat worden in wat ze eigenlijk precies aan betekenis hebben. Het is uiteindelijk natuurlijk een vrij oppervlakkig fenomeen. Hmm, ja. Hey, maar dan toch ik bedoel, wie neemt serieus wat er op Twitter staat? Toch niemand? Nee. Nou ja, ik ben politici en bestuursmensen, die zijn daar toch ook wel vrij actief. Ja, suf genoeg. Omdat ze zich dan oriënteren op wat in feite een betrekkelijk kleine minderheid denkt en zegt en schrijft. Ja, maar ook onder elkaar. Ik denk. Ik vind dat Den Haag, ik merk dat vaak wel bij congres, dat ze zeggen, ja, dan maken we ook een fotootje en dat zetten we dan op Twitter. Want dan ziet iedereen dat. Ik denk, ja. Wie is iedereen? Dat is toch kletskoek in de klas? Die Den Haag-bubbel dan. Ten eerste is het aantal twitteraars in zijn betrekkelijk klein percentage van de bevolking. En het aantal mensen wat groepsfoto's van politici bekijkt op Twitter. Nou, dan moet ik zeggen, dat zal niet in de honderdduizenden lopen toch. Maar het gaat vaak om nieuw beleid dan, wat ze dan aankondigen. Ja. Of een bijeenkomst of iets dergelijks. Maar jouw reden dat je daar werd uitgenodigd was dus dat we steeds minder kennis hebben van geschiedenis. Ja, en dat was allemaal aangestoken eigenlijk door dat punt van die Bonifatius. Die in 754, zelfs dat weten we niet zeker, 755, bij Dokkum vermoord is. En ja, dat was vroeger een vast punt in het jaartallenboekje. En je kunt je ook wel voorstellen dat in een christelijk Nederland dat ook wel een zekere relevantie had. Omdat eigenlijk de kerstening van Nederland is vanuit Engeland begonnen. Die Bonifatius was ook een man die uit Engeland kwam. En die eigenlijk in opdracht van de paus, in opdracht van Rome, de kerstening van deze provincies ter hand had genomen. Hij was trouwens een hartstikke oude man toen hij daar bij Dokkum vermoord werd. Niemand weet ook precies door wie. Door rovers of door heidenen, God mag het weten. Maar goed, vroeger was dat een vast punt, net als 1600 slag bij Nieuwpoort. Of dat nou allemaal zo essentieel is, weet ik niet. Mijn opmerking betrof meer in algemene zin de evidente afwezigheid van serieuze historische kennis. Ook ten aanzien van het recente verleden. We hadden toch laatst dat iemand Joop den Uyl niet herkende of ook helemaal niet wist wie het was. Dat je denkt, nou ja, straks weten ze ook niet meer wie Ruud Lubbers was of Wim Kok. Of, nou ja, dan begint het wel een beetje vreemd te worden allemaal. Ik vraag nog wel eens in zalen van herinnert u zich Balkenende nog? Maar dan gaat meestal een braaf gelach op. Ja, ze weten maar nog wel. Het publiek is ouder natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk wel veel 50-plussers in de zaal. Ja, maar dus ik vraag er altijd naar. En die weten natuurlijk wel hoe het met Joop den Uyl gesteld is. Maar omdat wij natuurlijk veel mensen in de slimste mensen hebben die betrekkelijk jong zijn. Die vaak uit de media-industrie komen in de breedste zin van het woord. Met de radio, werken, televisie of nou ja, dat. Ja, daar zit natuurlijk die recente geschiedenis zit daar slecht in. Dat valt eigenlijk aan die personen niet zo specifiek te verwijten. Omdat ze het niet op school geleerd hebben. Ik weet niet precies wat ze op school leren, maar daar zou je ook, je zou over het curriculum, het historische curriculum, zou je eens goed moeten nadenken. En dan was eigenlijk mijn belangrijkste punt, dat op middelbare scholen heb je die profielen. En in twee profielen zit helemaal geen geschiedenis. In het derde profiel zit wel een beetje geschiedenis. Alleen in het vierde profiel zit echt geschiedenis. En, nou ja, of dat op de juiste wijze aangepakt wordt, daar heb ik ook mijn twijfels over. Want dan is de vraag, wat zou je dan inhoudelijk eigenlijk moeten weten? En daar ben ik sterk geneigd om te zeggen, leg mensen uit hoe de samenleving waarin wij nu leven tot stand is gekomen. In casu de industriële samenleving. De tweede grote revolutie waar de mensheid
een onderdeel van is. De eerste was de agrarische revolutie, kun je eventueel ook iets over zeggen. Maar leg in wat groter verband uit hoe structureel samenlevingen veranderen. Maar nu las ik bijvoorbeeld een stukje bij de Correspondent. Dat was een kritisch stukje over het geschiedenisonderwijs. En daar was natuurlijk weer de bekende, sorry, politiek correcte opvatting. Ja, het ging allemaal over witte mannen en ja, zo. Gezien, ja. Ja, jammer genoeg was James Watt een witte man. En de uitvinder van de stoommachine was ook een witte man. Dat was namelijk allemaal Engelsen. En al die uitvinders die wij behandeld hebben waren ook allemaal witte mannen. Dat is wel een beetje een probleem natuurlijk. Dus die schrijver van dat kritische stuk op de Correspondent zei, ja, we moesten ook iets doen aan de Maya's en aan de Ming-dynastie en aan de Indianenculturen en aan de Afrikaanse koninkrijken voor het Europese koninkrijk. Ja, jongens, dat gaat niet. Hè? Probeer je te beperken tot die dingen die daadwerkelijk ook een zekere relevantie hebben voor mensen die nu naar de wereld kijken. Maar ik las ook wel iets, Maarten, dat ze zeiden van, als een witte man de geschiedenis vertelt, lees Maarten van Rossum, dan doet hij dat natuurlijk met zijn witte mannenbril op. En misschien moet je ook de geschiedenis laten vertellen. Ik heb helemaal geen witte mannenbril, want ik heb tegenwoordig plastic lenzen in mijn ogen. Ik weet niet precies wie die gemaakt heeft, maar in ieder geval, het zal ook waarschijnlijk ook wel weer door witte mannen zijn. Ik probeer juist uit te leggen dat als je een industriële samenleving, of als je daaraan beknopt, dit moet allemaal beknopt, je begrijpt ook wel. Je kunt daar niet jaren en jaren gaan uitpakken over de grote problemen van het historische onderzoek. Maar als je natuurlijk de industriële samenleving op de keper beschouwt, kun je nou juist wel een soort planetaire geschiedenis schrijven. Omdat niets en niemand op deze planeet zich kan onttrekken aan de industriële samenleving en zijn neveneffecten. Maar zouden we niet een gekleurde Maarten van Rossum ook erbij moeten zetten die meedenkt van... Waarom zou er godsnaam, wat maakt het voor verschil? Die man die zal dezelfde conclusies trekken als ik en doet hij dat niet, dan is er iets mis met zijn opvatting. Nou, misschien door zijn achtergrond. Dan krijg je wat ik laatst las, dat onze hele welvaart te danken was aan de slavernij. Dan denk je ook, kom op jongens. Waarom nou toch altijd weer die hysterie, altijd het doorschieten, altijd het wonderlijke fanatisme van onze cultuur. Maar laat ik dan een voorbeeld noemen van Apple. Als ze daar producten maken, dan zetten ze daar westerse mensen bij, maar ook Aziatische mensen, omdat die toch andere dingen noemen, zodat je het beste dat product krijgt. Dat geloof ik graag, vooral omdat ze die handel in China natuurlijk moeten verkopen. Dus daar ben ik helemaal niet verbaasd over. Ik vraag me wel af in hoeverre zit een in Vietnam te verkopen iPhone fundamenteel anders in elkaar dan diezelfde iPhone die in Nederland verkocht wordt. Dat zou ik wel eens willen weten. Maar als je dit vertaalt naar de geschiedenis, dan kun je zeggen, jij noemt de dingen die jij door jouw achtergrond belangrijk vindt, maar iemand anders vindt misschien andere dingen belangrijk die net zo veel waarde hebben om te dat weten. Dat zou kunnen, maar daar hoor ik dan graag over. Als dat vaag blijft. Ja, ik heb ook nog eens een boek gelezen over de unieke wetenschappelijke ontdekkingen die in Afrika waren gedaan. Waarbij ik ook dacht, kom op jongens. Er zijn grenzen aan onze politiek correcte overwegingen. Maar jij denkt dat jij met jouw achtergrond een goede inschatting kan maken. Het is heel spijtig dat ik het zeggen moet, maar de industriële revolutie is grotendeels een product van West-Europa. Hmm. Dat ding zich heeft uitgebreid over de ganse planeet. Dat onze gedachten, dat alleen wij dat konden, dat die volkomen onjuist bleken te zijn. Dat toonde Japan natuurlijk al aan in de late 19e eeuw. Die konden het net zo goed. En nou ja, wij zitten, laten we dat even nog ons Audietje erbij halen. Wij zitten in een Audietje en tot onze verbazing bleek eigenlijk dat de Japanners ons geleerd hebben na de oorlog dat je auto's nog solider in elkaar kon zetten dan Duitse auto's in elkaar gezet zijn. Dus ja, dat heeft ook ongetwijfeld naar mijn idee een culturele component. En vervolgens is nog eens te meer gebleken dat als je het goed organiseert, dat je overal een hele voortreffelijke kwalitatief hoogstaande industriële productie kunnen realiseren. Dat is dus een wereldwijd verschijnsel. Mm. Misschien dat ze sommige dingen anders doen. Ik heb wel eens begrepen dat in Japan dat je daar het fabriekslied moet zingen voordat je 's ochtends aan de slag gaat. Dat zouden wij vrij eigenaardig vinden. Dat je eerst het Unilever lied moet zingen voordat je de margarine gaat verpakken. Maar in Amerika niet. Volgens mij doen ze op school daar nog iedere dag het volkslied zingen. Ja, zeker. Daar hebben ze een soort van de eet aan de vlag brengen ze daar. Ja, daar ben ik... Reinhold Oelemans die vertelde dat laatst. Die werd geïnterviewd door Frank Evenblij. Die zei, mijn kinderen die zingen iedere dag het volkslied. Ja. En hij vond dat ook goed, zei hij. Ja, ik niet. Ik ben daar niet zo voor. Ik ben daar... Nationalisme is een
is onvermijdelijk. Maar we moeten dat niet gaan aanpunten en suggereren dat er een soort diepere geestelijke vervulling ligt in het feit dat je tot een bepaalde natie behoort. Hij zei, mijn kinderen zijn daardoor wel als trots op. Als ik in België was opgegroeid, dan was ik een hele gezellige Belg geworden. Maar dat je trots bent op je land, dat is toch niet verkeerd? Daardoor? Nou, dat vind ik vrij stomzinnig, want dan komen we weer bij dat hele probleem. Trots en schuld, allebei hetzelfde. Ben je schuldig voor wat je land doet? Nee, de meeste mensen niet. Ben ik trots op wat Nederland doet? Nee, we hebben het wel eens over dat stomme voetbal gehad. Het Nederlandse elftal wordt wereldkampioen. Nou ja, dat zal voorlopig niet gebeuren, maar goed, gesteld dat. Ben ik daar dan trots op? Nee. Dus kunnen die jongens die dat team hebben, die gespeeld hebben en het doelpunt hebben gemaakt, er trots op zijn? Wat mij betreft, prima. Stuur ze allemaal een extra stroopwafel. Helemaal geen probleem. Ja. Maar ik ben er niet trots op. Nee, waarom? Ik kan helemaal niet voetballen. Hmm. Waarom zou ik er trots op zijn? Nog even terug naar de geschiedenisvertelling. Hè. Denk jij dat jij zonder vooringenomenheid de verhalen kunt vertellen? Ja, zeker denk ik dat. Absoluut. En waarom denk je dat? Omdat natuurlijk de redelijkheid ervoor moet zorgen dat je niet vooringenomen bent. Ik ga natuurlijk niet vertellen. Nou ja, als je maar even naar de wereldgeschiedenis kijkt, dan zie je één ding. Dat is niet te missen, namelijk de unieke rol die Nederland heeft eigenlijk gespeeld. Sinds de Batavieren hier op een houtvlot het land binnendreven. En ook meteen wisten dat ze in Nederland waren. Sprak ook een stem uit de hemel. Die zei, u bent er eindelijk. Ze hieven het Wilhelmus aan. En nou ja, daarna hebben wij alles goed. Nee. Juist nationalisme moet je zien te vermijden. In een historische analyse. Zijn de Engelsen uniek? Nee, je moet niet uitleggen dat de Engelsen uniek zijn omdat de eerste stoommachine een product van een Engelsman was. Je moet uitleggen waarom zich dat in Engeland heeft voorgedaan op die wijze en op dat moment. En hoezeer bijvoorbeeld de wetenschappelijke wereld eigenlijk gedeeld werd in heel Europa. He, die stoommachine zou niet ontwikkeld zijn zonder inzichten die in Italië waren ontstaan, die in Duitsland waren ontstaan. Ja, dat moet je er allemaal bij zeggen. Nog even over het geschiedenisonderwijs. Ik heb ernstige bezwaren. Ook toen ik studeerde werd, had je in Nederland toch, als het over Nederlandse geschiedenis ging, had je ook van, nou, we hadden toch die opbouwfase, die wederopbouw in Nederland, dat was toch hartstikke uniek. En dat lag aan onze christelijke discipline en dat we allemaal keihard hadden gewerkt. Ik weet wel dat ik op een goed moment las ik een stuk van een buitenlander overigens, over de wederopbouw in West-Europa en die zei, kijk naar de cijfers in al die landen, is dat ongeveer op dezelfde manier, met dezelfde percentages en hetzelfde succes, heeft zich dat voltrokken. Dat, ik moet zeggen dat ik dat bij de schellen wel een beetje van de ogen vielen. Want we zijn niet uniek. Nee, helemaal niet. Die Belgen hebben het ook prima gedaan. Terwijl wij natuurlijk, ik altijd denk dat die Belgen, nou ja, een beetje rommelig volk toch. Ja, god, België, dan denk je toch meteen aan incompetentie en slecht wegdekken en dat soort dingen. Nee, die Belgen, dat is een heel succesvolle economie in allerlei opzichten. Je hebt er in de Maarten nog over geschreven. Ja, zeker. Je moet België niet onderschatten. Wie bepaalt eigenlijk wat wij voor geschiedenisonderwijs geven en wat we wel en niet behandelen? Nou, dat is enorm complex. Vooral natuurlijk omdat we door de opkomst van het populisme in Nederland eigenlijk een nieuwe golf van moeten we niet meer doen aan geschiedenis, onderwijs, onze identiteit. De kanon van de Nederlandse geschiedenis, 50 venstertjes, doe ze open, dat hadden we nooit naar moeten beginnen. De geschiedenis bestaat niet uit 50 venstertjes, dat is gewoon flauwekul. Zelfs die tijdperken die Pieter Rooij verzonnen heeft, daar heb ik ook wel, dat is ook wel een beetje magere kost. Eerlijk gezegd. Maar bepaalt iedere school dat zelf? Of legt nee, de overheid nee, 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 nee. Die tijdperken die zijn verwerkt in allerlei methodes. En ik begreep dat aan de kanon ook relatief veel aandacht besteed wordt. Maar welke organisatie bepaalt het dan? Wie dicteert dit moet je onderwijzen? Waarschijnlijk een of andere commissie. Ik hoop die op enige afstand van het ministerie staat. Ik heb geen flauw idee hoe dat precies in elkaar zit. Maar ik vind wel dat er wel eens wel een frisse wind doorheen mag. En dat het ook wel iets minder nationalistisch kan, ja. En jij noemde ook nog in het interview bij Op1, noemde jij op een gegeven moment een scheiding. Hè? Van na dit moment
is dat onderwijs veranderd en daardoor weten bijvoorbeeld de kandidaten van de slimste heel veel zaken niet meer. Dat is fameus onderzoek, maar dat betreft de mammoetwet. Want de mammoetwet heeft voor die profielen gezorgd. We waren helemaal geen profielen. Dat wil zeggen, ik heb bijvoorbeeld gymnasium Bertha gedaan en na de derde klas hadden wij geen geschiedenisonderwijs meer. Ik heb geen eindexamen geschiedenis gedaan. Dat ik dan toevallig uiteindelijk historicus ben geworden, heeft overigens te maken met een fantastische leraar in de eerste en de tweede klas. Ik las ook ergens tot mijn verbazing. Ja, dat was geloof ik ook in dat kritische stuk. Er werd niks gedaan aan Sumerië en de oude Egypte. Er werd bij ons enorm veel gedaan aan Sumerië en het oude Egypte. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst al die spulletjes zag in het British Museum, waar ik plaatjes van had gezien, uitgeknipt, in een schriftje geplakt. Man, de tranen sprongen me in de ogen. Toen ik die spullen zag die ze daar in dat oer, ik wist nooit wat je zeggen moest, onder het zand vandaan hebben gehaald. Mm. En Philip noemde ook nog, wij moesten echt stampen. De jaartallen en dan is dit ja, gebeurd. Ja, dat was het bekende jaartallenboekje. Mm. Of wat ik overigens ook kon. Ja, wat had je, 4-14-33 was dat niet de zoen van Delft? Ja, wij dachten, het werd helemaal niet goed uitgelegd, dat Jacoba van Beieren daar dus Philips van, Philips van Bourgondië was gaan zoenen. Ja, nu kom ik op heel dun ijs, moet ik je zeggen. Dat dachten wij als kinderen, dat het, want het was het heette de zoen van Delft, maar je begrijpt, het was een politieke verzoening en niet de zoen. Ja, ofwel dat natuurlijk ons idee eigenlijk een stuk leuker was. Ja. Dat Jacoba van Beieren daar eens lekker ging zoenen. Hey, maar dan toch even, dit is een beetje een moeilijke vraag, maar wat zou je dan nu moeten weten van de geschiedenis om goed te kunnen functioneren in de maatschappij? Nou ja, precies, daar heb ik wel over nagedacht. En dat betekent toch dat je een hoop moet laten vallen naar mijn idee en dat je duidelijk moet maken, in de ruimste zin zou ik zeggen, kun je iets doen aan de eerst dat we jagers-verzamelaars waren, daar hoeft niet zo heel veel aandacht aan te worden besteed, aan de agrarische revolutie, die in feite en vervolgens aan de industriële revolutie. En die industriële revolutie heeft onze wereld grondig veranderd. Wij zitten hier in twee microfoons te toeteren. Die zijn die microfoon, de eerste microfoon, die is halverwege de 19e eeuw. En Edison had al hele bruikbaar, daar hebben we het over gehad. En we hebben hier nog een soort computertje staan met de rode lampjes erop. En nee, nu is het cameraatje werkt vandaag niet. We zitten in een auto. Volgens mij doet hij het even kijken. Ja, we zitten in een auto. Dat is helemaal een complex product. Laat dan ook zien hoe zo'n ding robottechnisch in elkaar gezet wordt. Daar had ik het laatst al over. Prachtig filmpje over die volledig gerobotiseerde fabriek van die elektrische busjes van VW. Prachtig om te zien, vind ik dat. Ik kan een half uur achter elkaar naar kijken. Terwijl ze alsmaar hetzelfde doen, die robots. Hè, met van die typische robotbewegingen en zo. Oké, en als je die revoluties natuurlijk kent, kun je natuurlijk nu ook duiden in welke revolutie we nu zitten met alle technologieën. Ja, zeker. Die natuurlijk in allerlei opzichten een mondiale revolutie is. Want dat is we hebben nu juist weer een enorme discussie over hoe mondiaal het eigenlijk moet zijn. Moeten we afhankelijk zijn van de productie van medicamenten in India en China? Nou, liever niet, want als er problemen ontstaan, dan zitten we al heel snel met een praktisch probleem. Dat heel voor de hand liggende medicijnen niet meer leverbaar zijn, bijvoorbeeld. Hmm. En tegelijkertijd voel je ook wel aan dat in allerlei opzichten mondiale productieketens ook heel efficiënt kunnen zijn. En maak het lijstje nog eens af. Dat zijn dus de revoluties. Wat moeten we nog meer weten? Nou, vooral hoe die industriële revolutie tot stand is gekomen. Hmm. En dat die uiteindelijk wortelt in de wetenschap. In het feit dat we nieuwsgierig zijn naar hoe de wereld in elkaar steekt. We hebben het over die stoommachine gehad. Ja, je kunt geen stoommachine maken als je niet weet dat er luchtdruk is. Je kunt geen stoommachine maken als je niet weet dat het stoom ongeveer 1600 maal het volume heeft van het water waar die stoom van gemaakt is. Dat zijn essentiële dingen die je moet weten. En dat is een van de interessantste dingen, dat de mensheid enorm nieuwsgierig is en bovendien ook verslag legt van zijn onderzoek naar hoe die wereld in elkaar zit. Daar kun je over China heel aardig in betrekken, want dat is ook in allerlei opzichten ook technologisch. Ze hebben daar de industriële revolutie eigenlijk net gemist, maar voor de rest hebben ze alle hele nuttige dingen uitgevonden. Dat was maar de paraplu.
En wat doen we met de conflicten in de wereld? In hoeverre moet je die meenemen? Nou, daar moet je wel uitgebreide aandacht aan besteden. Natuurlijk dat wij, kijk, conflicten zijn er. Waarschijnlijk ook die jagersverzamelaars vermoorden elkaar ook op grote schaal, heb ik altijd begrepen. Dat ja, jonge mannen zijn die werden daaraan besteed, om het maar even zo te zeggen. Kijk naar de gewelddadigheid van zo'n bavianengroep. Die is aanzienlijk. Dus ja, daar moet je natuurlijk wel aandacht aan besteden. Tegelijkertijd moet je uitleggen dat het idee dat het altijd oorlog is, of dat het noodzakelijkwijs volstrekt onvermijdelijk is, dat ook onzin is. Hier zou ik zeggen, iets minder zingen van het volkslied, iets minder vlaggenwimpel, iets minder hysterie over het nationale voetbal, zou al heel passend zijn. En wat doen we met de recentere geschiedenis? Dus Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog? Ja, daar gaan we uitgebreid op in. Dat moet uiteraard ook meegenomen worden. Dat gebeurt nu volgens mij ook op grote schaal. Je begrijpt weinig van het huidige Europa als je niks weet van de Tweede Wereldoorlog. Dat was toen ik mijn ongelukkige ervaringen met die revolutieschool, hoe heet het ook alweer? Met al de naam heb ik Freudiaans verdrongen. Ik zou gaan uitleggen hoe de Europese Unie tot stand was gekomen. Maar al na 5 minuten begreep ik dat ze niets wisten van de Tweede Wereldoorlog. Dat ze niets wisten van de Duitse deling. Dus ja, ik moest een kaartje op het bord gaan. Nou ja, niks wisten van de tegenstellingen tussen Frankrijk. Ik dacht al na binnen 10 minuten, dacht ik, deze toestand is totaal hopeloos. En de jodenhaat die zit er natuurlijk ook in. Het antisemitisme, wat je mee moet nemen. Ja, maar je hebt allerlei varianten van het antisemitisme natuurlijk. Dat hoeft helemaal niet de gewelddadige en gemoordzuchtige varianten zijn die in Duitsland geleid heeft natuurlijk tot een infernale ramp. Anders kun je het niet zeggen. En 9-11 en zo. Ja, we gaan even met reuzenstappen doorheen. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat bepaalt. Ja, zeker. Daar kun je heel goed een wat bredere uitleg aan geven. Dat we daar te maken hebben eigenlijk met de schok die de confrontatie met de westerse cultuur in veel derde wereldlanden veroorzaakt heeft. Want dat kan, laten we zeggen, opgenomen worden. Wat interessant, die wil ook graag een fiets of een auto. Nou ja, je weet, die willen vaak dezelfde dingen die wij ook willen. Maar tegelijkertijd is het daar vaak zien ze het als corrumpering. Zien ze de westerse welvaart en de typische westerse opvattingen, ook bijvoorbeeld ten aanzien van de gelijkheid van de vrouw, die zien ze als corrumperend en als gevaarlijk en bedreigend voor hun eigen lokale cultuur. Nou, hoppakee, daar heb je natuurlijk het grote probleem. Het interessante is dat je bij de Arabische landen kunt uitleggen dat ze ooit, laten we zeggen, in de voorhoede hebben gelopen van de culturele ontwikkeling. Ja, en dat ze op een moment, dat moet je dan eens uitleggen, de boot volledig gemist hebben. En ja, het slavernijverleden, dat is natuurlijk toch ook iets wat ergens van. Jawel, maar dat moeten we ook niet overdrijven. Ja, dat is heel erg. Maar wat veel erger is, dat het deels nog steeds bestaat en dat we er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Ja, dus we zijn wel bezig om excuses te maken voor wat in het verleden heeft plaatsgevonden, waar we niets meer aan kunnen doen. Maar we zijn wat minder actief als het gaat om misstanden die nu nog bestaan. Ja. Wie weet zal een Nederlandse premier over 35 jaar zijn excuses moeten aanbieden voor die opvang van die arme asielzoekers in Nederland. Hè, op een onbeschamende, onaangename wijze. Wat zijn de dingen waarvan je zegt, die kun je wel laten zitten? Dat is wel, nou ja. Nou, bonifaties zou ik zeggen, hoe gek het ook klinkt, omdat de hele discussie eigenlijk ontstaan was over bonifaties, zou ik zeggen. Bonifaties hoeven mij niet zo. Maar je zult wel iets in bredere zin moeten doen natuurlijk aan de grote religies. Waar zijn die vandaan gekomen? Waarom hebben ze zich op een bepaalde manier ontwikkeld? Dat moet je wel iets. Maar ik vind wel dat je moet zorgen dat het ook voor die leerlingen ook een zichtbare, aantoonbare relevantie heeft. Want dat heb je wel eens gezegd, van ga in je eigen omgeving gewoon kijken. Ga gewoon de stad in en je ziet daar al heel veel. Daar ben ik sowieso een groot voorstander van. Dat ook als je in Utrecht, wat geen opwindende stad is. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat er een unieke kerktoren staat. Namelijk de Domtoren. Die was uniek toen die gebouwd werd. En in allerlei opzichten is die nog uniek. En het is misschien wel aardig om uit te leggen hoe dat ding hier zo gekomen is. Het was ook in de late middeleeuwen was het een soort wereldwonder.
En je zegt, loopt het Wilhelminapark in, naar het standbeeld? Ja, op Wilhelminapark, ja. Heb je ook al een verhaal? Ja, laatst zat ik ook met mensen te praten over het Wilhelminapark. Toen vroeg ik, hoe oud denkt u dat het park eigenlijk is? We hebben geen flauw idee werkelijk, 0,0. Terwijl er volgens mij ergens een bordje staat hoe oud het park is. Maar mensen dan ook op die bordjes kijken, dat is de vraag. Weet jij het? Ja, natuurlijk weet ik het. Anders zou ik het daar niet over gehad hebben, dat begrijp je toch zeker wel. Hoe oud is het dan? Het is van 1898. Heeft al een vrij curieuze geschiedenis ook. Het bestaat eigenlijk uit twee stukken. En het eerste stuk, het bovenste stuk, dus het noordelijke stuk, hebben ze vrij duur van Jonkheer Ram moeten kopen. En het zuidelijke stuk, wat nog steeds heel moeizaam afwatert, als je nu langs de grote speelwei rijdt, dan zie je dat het een heel moeras geworden is. Waarin die eenden ook enorm gelukkig aan het rondsnateren zijn. Door die al die regenval. Dat hebben ze min of meer cadeau gekregen van de meneer van Boetselaar. Maar het probleem van die afwatering hebben ze nooit helemaal in de hand gekregen. En het gekke is dat de gemeenteraad, want dat moest natuurlijk aangelegd worden. Het park moest een ontwerp gemaakt worden en boompjes neergezet. En de gemeenteraad vond het eigenlijk te duur. Want zei de gemeenteraad, wie gaat daar nou zo ver, wie gaat daar nou zo wandelen in bij het Wilhelminapark? De mensen hebben al de singles, dat is toch al ruim voldoende, waarom zouden we dat eigenlijk moeten doen? Ja, tenslotte is het dus toch aangelegd. Het was ook weer interessant dat de PTT had geen zin om 2 postbestellingen per dag te doen, moet je je voorstellen. In de stad kwamen er dus 2 postbestellingen per dag. Nu mag je blij zijn als er 2 per week zijn. En de stad is binnen de single? Ja, precies. Maar daar in die verre nieuwbouw, daar gingen ze geen postbestelling was ruim voldoende. Het is ook de met name die onbeschrijfelijke kleingeestigheid van die gemeenteraad, dat is wel komisch om te lezen, ja. Ja, en ook nu is dit het centrum. Hoe weet ik dit nou allemaal? Ik heb ooit een student gehad die een hele leuke scriptie over het Wilhelminapark heeft geschreven. Kijk, en nu is dit het centrum van de stad, hè? Als je hier woont zit je heel goed. In zekere zin wel, want omdat het natuurlijk economisch gezien is dit een sterk stuk van de stad. Ja. Kun je je voorstellen dat Leidse Rijn dat over 50 jaar, 60 jaar ook is? Ja, dat zou maar niet. Dat zou best kunnen. Ik weet niet hoe dat hangt er vanaf wie er gaan wonen en of dat het een beetje afwisselend is. En deze buurt, gek genoeg, is denk ik gebouwd. Voor mensen, zeggen ze wat, leraren aan de middelbare school, middenkader van de Nederlandse spoorwegen, die natuurlijk zijn hoofdkwartier had daar in die oude gebouwen daar bij het station. En dat zijn allemaal mensen die nu al lang niet meer kunnen wonen, om de eenvoudige reden dat het onbetaalbaar geworden is. Maar dat hangt weer samen met het feit dat we natuurlijk een ongelukkige bouwgeschiedenis hebben gehad na de Tweede Wereldoorlog. Dat we in allerlei opzichten, zeker de laatste decennia, niet hebben gebouwd wat we hadden moeten bouwen. Tralalalala, de eindmuziek. Weg is Maarten van Rossen. De Duitsers, die natuurlijk eigenlijk sinds 1945 aanhoudend door iedereen op hun nummer zijn gezet, dat het zulke onbeschrijfelijke klootzakken zijn, zulke ongelooflijke moordenaars. Hoe is het ook weer? De dood is een man uit Duitsland. Het verhaal dat Maarten niet af kon maken bij Op 1 hoor je wel in het luisterboek Het Nut van Geschiedenis. Zijn er nou voorbeelden van historici die op grond van hun grondige historische studie dingen hebben voorspeld die eigenlijk niemand had zien aankomen? Download het luisterboek via de link in de show notes. De CES, de grote techbeurs in Amerika, zit erop. En één Nederlands bedrijf was een absolute smaakmaker. Iedereen wil de batterij van dit bedrijf hebben. Ik spreek ze in een speciale aflevering van C-Level. De link staat in de beschrijving.